De meeste mensen hebben de gewoonte om als eerste van de dag de krant open te doen. Simpel om te weten wat de ontwikkelingen zijn en wat de belangrijkste berichten zijn ten aanzien van de ontwikkelingen in het land of in de regio. Dit is precies hoe God ons ook heeft laten weten over zijn ontwikkelingen als het gaat om zijn koninkrijk en het werk dat hij hier begonnen is op aarde. En dat noemen wij de Bijbel. De Bijbel is niets anders dan een verzameling van verschillende boeken, geschreven door verschillende mannen en vrouwen Gods. Welkom erbij. We doen een nieuwe aflevering van De Getuigenis van. Natuurlijk zijn we weer bij u terug met een nieuwe getuigenis en een gast tijdens uw eigen programma De Getuigenis van. Vandaag hebben we een jonge vrouw in ons midden, getrouwd, werkt bij de overheid en houdt heel veel van zingen. Ze is hier omdat God natuurlijk een wonder in haar leven heeft gedaan en daarvan gaan we vandaag getuigen. Welkom erbij. Wij doen de getuigenis van Graciela Chinafung Hadjo Pawiro. Welkom erbij, Graciela. Dankjewel, Leandro. Nou, dankjewel dat je hier in ons midden wilt zijn. Graag gedaan. En dat je ons wilt vertellen over wat God in je leven heeft gedaan. Maar voordat we naar dat gedeelte gaan, kun je in het kort vertellen wie je bent? Ik ben Graciela Chinafung Hadjo Pawiro, 37 jaar oud, bijna 10 jaar getrouwd. November is het 10 jaar. Ik ben geboren en getogen te Rangu. En op mijn 17e ben ik verhuisd naar Nieuweer. Mm-hmm. En op mijn 28e heb ik mijn man gebracht naar Lelydorp. Helemaal Lelydorp. Helemaal Lelydorp. Okay. Jammer genoeg kan ik geen Japans spreken. Ik versta het een heel klein beetje en ik kan een paar woorden uitspreken. Te laat naar Lelydorp gaan. Echt waar, maar mijn man is ook geen Japan. Okay. Dus jij komt uit een niet-Japanse buurt en je wordt door een niet-Japan gebracht naar een Japanse buurt. Klopt. Maar de straat waar ik in woonde, was wel, er waren wel overwegend meer Japanen daar. Maar we spraken alleen Nederlands en Surinaams, ik wil die taal wel leren spreken. Nou, ik denk dat ik niet beter dan je ben. Ik denk het ook. Wat zijn je hobby's? Ik hou van zingen. Oké. Okay. Ik hou van lezen, naar muziek luisteren, koken, eten. Oké. Okay. Ja. Hoe ziet je dag zo een beetje eruit? Ik ben werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische innovatie is echt een mondvol. Okay. Daar ben ik waarnemend hoofd van een afdeling. En ik ben heel actief in de kerk. Ik ben worship leader in de kerk. Ik ben ook een van de jongste bestuursleden van het bestuur van Stichting Logos International. Mm-hmm. En dat is een beetje van alles wat ik doe. Nou, je hebt in het kort kennis mogen maken met Graciela, onze gast, tijdens de getuigenis van vandaag. Wij gaan even naar een break en na de break zijn we terug met haar getuigenis. Home is where your story begins, where memories are created, and where love lives. Home is where your heart is safe. Protect your heart. Protect your home. Self-Reliance Brandverzekeringen. Veilig en helder. En dan zijn we er weer en wel met de getuigenis van Graciela Chinafung Hadjo Pawiro. Graciela, je zit hier omdat je bekeerd bent, omdat je opnieuw geboren bent in Christus. Dat wil dus zeggen dat er ooit eens een eind aan je oud leven is gekomen en er een begin is gekomen aan je nieuw leven. Kun je daarover vertellen? Nou, het is begonnen toen ik naar ADEC ging. Het was mijn eerste jaar. Hoe oud was je toen? Ik was 19. Oké. Okay. En mijn vader die adviseerde mij om me aan te sluiten bij een organisatie, een christelijke organisatie op aarde. Ik weet niet of je het kent. CCC, de Campus Crusade for Christ. Nu heet het CHILL. Oké, valt onder CRU dus. Ja.
En ik sloot me aan. En daarom. Betekent dat je vader gelovig was? Ja, hij is gelovig. Maar hij heeft ons nooit, naar de kerk gebracht, dat soort dingen. Hij heeft ons wel leren bidden, maar nooit echt, Opgedrongen en klopt. ja, Dus heb ik me aangesloten bij Agape, Leadership Development. Nu heet het, toen heette het Chill. En daar was de eerste plek waar ik mijn eerste geestelijke voeding kreeg. Hoe stond je tegenover het geloof daarvoor? Ik had nooit echt het verlangen om me aan te sluiten, bijvoorbeeld bij een moskee of bij de kerk. Ik dacht van, ik ga gewoon leven. Er was geen interesse Er naar was geen God toe. interesse, klopt. Maar ik had wel altijd van zingen gehouden. Oh ja. Ja, dus ik sloot me aan bij Agape, of zeg maar bij Chill Leadership Development. En het was een jaar, ik was een jaar daar. En na dat jaar, op mijn 20ste, bezocht ik Logos. Dus vanaf mijn 20ste ben ik bij Logos Maar er is International. uiteindelijk iets gebeurd in dat jaar, want Ja. je kreeg ergens die overtuiging Ja. dat je een gemeente moet bezoeken. Wat gebeurt in dat jaar? Eigenlijk was het mijn vriendin, mijn beste vriendin, die naar Logos ging. Zij zou jarig worden, ze zou 20 worden. Dus she lured me in. En dan toen bezocht ik de gemeente. Maar de echte bekering, Leandro, Ja, het is je een weet wat de proces, echte toch? Ja, bekering is. dat is waar je Dus op die. mijn 19e heb ik kennis gemaakt met de Heere en de Heere aangenomen. Maar de echte bekering kwam toen ik 23 was. We gingen toen met de organisatie naar Trinidad. En tijdens de, het was een studentenconferentie die we bezochten. En tijdens de eerste dag, de worship, de intro dag. Tijdens de worship was het de eerste liefdeservaring die ik had gehad met de Heere. En ik moest huilen. Ik ervoer zijn liefde. En ik weet het, ik kan het niet beschrijven. Het was echt een turning point. Ik dacht van nee, deze God moet ik echt dienen met alles wat in me zit. En al het oude, al die, ogrisani die ik deed, die moet ik gewoon achterwege laten. Want God is het echt waard om aanbidden te worden. En dat was echt die turning point. Ik was 23. Je praat over eigenlijk, je doet afstand van bepaalde dingen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je als het ware God daardoor leert kennen. Wat heb je anders gedaan dan die kwaaie dingen om uiteindelijk een nieuwe mens te worden en die persoon te worden die in Christus bent Ja, geworden? dus zoals je zei, los van het achterwege laten van die kwaaie dingen, meer bezig zijn met zijn woord, meer gebed, Eigenlijk bewust kiezen voor die dingen. bewust kiezen en je omringen met mensen die je omhoog kunnen trekken. Dat was echt wat ik deed. Was je vroeger dan helemaal niet betrokken of ging je helemaal niet om met gelovigen? Dus voor jou maakt het vroeger dus niet uit met wie je optrok en al dat soort dingen. Dus voor mijn bekering kende ik geen gelovigen. Of zeg maar, ik kende niet veel gelovigen. Ik ging naar school en mijn beste vriendin die ging wel altijd naar de gemeente. Maar die push kreeg ik echt wel van mijn vader, die me op mijn 19e zei om naar de om die organisatie om me daar aan te sluiten. Maar dus tussen mijn 19e en die 23e. Ik had niet echt vrienden die, of zeg maar kennissen, die zeg maar een. Hoe moet ik het zeggen? Een geestelijke invloed op jou. Ja, klopt. Klopt. Maar als we praten over die Gracelle van vroeger en die Gracelle van nu, wat voor verandering heeft God in je leven gebracht? Vroeger. Mijn mond. Ik kom van Rangu. Mijn mond. Weet je, wanneer je bij je ouders, wanneer je in de buurt van je ouders bent, Je dan ben bent je een beetje braaf. Ja. mild, je bent braaf, maar daarbuiten is je, dan komt echt je wilde kant naar Fire buiten. mate. Ja, precies. En die verandering heeft de Heer in mij teweeggebracht. En gaandeweg, ik heb ook gemerkt, nu zelf nog steeds, probeer ik ook een. Vriendelijker te zijn, een beetje, weet je, want die faillamet is nog in mij, of ik ben zo Is je natuur, opgevoed, is is je, ja, maar mijn streven is om te lijken op Jezus, de Maar vrucht waarom van de geest te eigenlijk? hebben. Omdat ik heb gezien dat
los van het feit dat ik Jezus gehoorzaam door dat te doen, maar het lost zoveel problemen op. Als jij bijvoorbeeld zo faya op me afkomt en ik reageer op dezelfde manier, krijg je alleen problemen. Maar als ik reageer, als ik je een zacht antwoord geef, dan gaat jouw vuur ook een beetje zakken. Mensen kennen je als een, zou je kunnen zeggen, net zoals je zegt, een firemaid. Mensen kennen je als iemand die uit de vel springt en als het ware... Kenden. Ja, kenden. Ja, maar uiteindelijk word je een nieuwe mens. Wat voor invloed heeft die bekering daarbuiten op je kennissen? Ja. Van vroeger, vrienden. Hebben ze die bekering gezien en wat is hun reactie daarop? Nou, ik hoop dat ze die bekering hebben gezien. ik ben altijd een spontane persoon geweest, dus dat is er nog altijd. Maar wanneer ik zie dat er onrecht gebeurt, dan ben ik nog steeds die vijand. Maar ik probeer nog altijd echt die vredestichter te zijn en te zeggen van, hey, weet je, wees rustig, wees een beetje... mild, is geduldig. En vooral bij mijn vrienden en mijn familie bijvoorbeeld. Ze weten dat ik bekeerd ben. En tijdens family gatherings of tijdens een office gatherings, dan wordt me gevraagd of ik wil bidden of als ik wil zingen. Ja, dus dat weten ze wel van mij. Je hebt nu, zou je kunnen zeggen, een relatie met God en hij is heel dicht betrokken in je leven. Ja. Hoe belangrijk is dat voor jou? Het is heel belangrijk. Vooral namen trouwen. Mm-hmm. Weet je, want voordat je bent getrouwd, de single people denken van, ah, je man of je vrouw gaat alles voor je zijn. Maar wanneer je in dat huwelijk stapt, begrijp je wel van, God is gewoon de nummer 1 in je leven. En ik weet niet, ik ervaar hem als mijn beste vriend, mijn alles, mijn trooster vooral. Mm-hmm. En wanneer ik met iets zit, probeer ik altijd om eerst naar hem toe te gaan. Ja. Alvorens ik iemand anders ga vragen om advies. Want hij is echt de eerste persoon, mijn raadsadviseur. Mm-hmm. De eerste persoon die me kan zeggen van, oké, je zit hiermee, wees stil. Ik zal voor je vechten. Ja. Je zit daarmee, wees stil, gebruik je wijsheid. Dus hij is gewoon maar alles. Kun je misschien beschrijven op jouw manier hoe je omgaat met de Heer? Hoe jouw relatie met hem eruit ziet. Want mensen horen je zeggen, je gaat naar hem toe en je praat met hem. Maar voor de mensen die het niet weten en niet weten hoe dat aan toe gaat, zullen ze gaan vragen, maar wat sta je voor een beeld? Of ga je naar de hemel? Of bel je, pleeg je een telefoontje? Hoe ga jij daarmee om? Mijn relatie met de Heer ziet er zo uit. Ik heb mijn stille tijd. Natuurlijk niet een routine. Ik heb niet echt een routine. Ja, het verschil. Formule vast te vallen. Ja, het verschilt van dag tot dag. Ik kan de Bijbel lezen. En ik kan gewoon op één dag een heleboel lezen. Misschien een heel boek of een aantal hoofdstukken. Maar bijvoorbeeld vandaag heb ik gewoon één vers gelezen. En dan mediteer ik dat woord. En soms kan ik gewoon, wanneer ik wakker word, een lied hebben in mijn hart. Dat is de manier hoe ik al met de Heer communiceer. Ja. Mijn eerste communicatie met de Heer is, Heer, dankjewel dat ik ben opgestaan. Of dan heb ik een lied in mijn hart. Ja. En ik hoef niet per se ergens te zijn om met hem te praten. Ik kan gewoon in de auto zijn. Ik kan gewoon bezig zijn in de keuken en ik praat met hem. En ik zeg hem van, Heer, dank u wel. Of Heer, genees die persoon. Het is gewoon echt een als een vader-kind relatie. En ik hoef niet echt formeel te zijn van, Heer der Heerscharen, koning. Ik kan gewoon zeggen, papa, weet u, ik zit daarmee, gewoon zoals ik ben. En dat wilde ook vragen. Betekent dat je de hele dag halleluja, amen bent, de hele dag met de Bijbel in je hand bent? Dat je niet meer bemoeit met oude vrienden? Nee, natuurlijk niet. Wij zijn het licht der wereld. We moeten de wereld aantrekken. Geen afstand, maar juist anders zijn. We moeten niet één zijn met de wereld, maar we moeten zo wezen wie we zijn in Christus. Ja. Zodat ze de Heer kunnen aannemen. Is dat de reden waarom je vanuit een speciale positie ook een bijdrage levert in het land? Ja, dat is de reden. Heeft dat gewoon mensen? Dat is Graciela.
Shenafung Harjo Pawiro, onze gast tijdens deze editie van De Getuigenis van. We zijn nog niet klaar, want ze gaat afsluiten met een boodschap. En dat doen we natuurlijk na de break. Bent u betrokken bij een aanrijding? Zorgt u er dan voor dat uw aanrijdingsformulier volledig is ingevuld. Dit voor een vlotte afhandeling. En dan zijn we er weer en wel met het laatste gedeelte van De Getuigenis van Graciela Shenafung Harjo Pawiro. Ik wil je op de eerste plaats bedanken, Graciela, dat je de tijd hebt genomen om hier te zijn en jouw verhaal met ons te delen. Tot slot mag je in die camera de mensen vanuit je hart zeggen waarom ze Jezus nodig hebben. U heeft Jezus nodig omdat Hij het beste voor u wil. Hij is onze maker, onze beste vriend, onze trooster. En de wereld wordt steeds grimmiger. En met Jezus aan uw zij, kunt u alles aan. En dat is mijn boodschap van vandaag. En ik wil ook zeggen dat wij goede ambassadeurs moeten zijn van het koninkrijk van Jezus Christus, van het hemelse koninkrijk. En de taak van een ambassadeur is om zijn land te promoten. En wij als gelovigen moeten dus het hemelse koninkrijk promoten. En hoe doen we dat? We doen dat middels evangelisatie. En als u niet zo vlot bent als mijn presentator hier naast mij, kunt u dat doen middels uw gedrag, middels uw karakter, de manier hoe u reageert op situaties, de manier hoe u met mensen omgaat. Dus wees een goede ambassadeur van het hemelse koninkrijk. Geweldig. Dat is natuurlijk de getuigenis van Graciela Shenafung Harjo Pawiro. Tevens de boodschap waarmee we eruit stappen. Ik ben Leandro Marto Suigno. Het was mij een voorrecht om samen met onze gast bij u te zijn op de televisie en met haar getuigenis u te zegenen. Als u bent bemoedigd en u wilt meer weten over deze Jezus, voelt u zich vrij om te bellen naar de administratie op het nummer 422630. Dat kan dus van maandag tot vrijdag tussen 8 en 3. En natuurlijk kunt u uitkijken naar de herhaling op de maandag om 10 uur en op de donderdag om 8 uur. Vanaf volgende week staat ook deze aflevering op YouTube. Dat is via onze channel De Getuigenis van Shalom. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende week met een nieuwe gast en getuigenis. Broken and scattered, and mercy gathered.